Het is 1 januari 2017 en wat is er nou mooier dan zo'n nieuw jaar te beginnen met de nieuwjaarsduik. We zijn hier op de Oldemeijer in Hardenberg en we gaan deze diehards die zometeen het koude water ingaan eerst eens even interviewen. En daarna gaan we kijken hoe het zo zal bevallen. Gaat u met ons mee? Ga jij zometeen het water in? Ja. Je staat nou al te trillen van de kou. Ik heb nu al koud. En waarom doe je mee? Omdat ik het eigenlijk elk jaar doe, vind ik wel leuk. Ja? Ja. Hoeveelste keer is het? 5e. Hallo, ben je er klaar voor? Ja hoor, wij zijn er klaar voor. Doe je dit wel vaker? Ja hoor. 1 keer per jaar natuurlijk. Nee, 1 keer in de week. Meen je dat nou? Elke week hier in de Oldemeijer? Nee, niet hier. In het Prins Willem Oranje Kanaal. Mariska, help. Precies. Ja. Mariska, gaan jullie gewoon het koude water daarin? Ja. Ja, 1 keer in de week. Ik ben er stil van. Ja. Zijn jullie van zulke fanatieke, sterke, stevige meiden die dat allemaal aankunnen? Ja, blijkbaar. Dames en heren, welkom bij de nieuwjaarsduik. Het kan aanvoelen dat het min 2 is, zeg maar. Het vriest niet. Maar als je erin bent geweest, ga gauw weer terug in de tent. Want anders raak je onderkoeld. Dat moet je ook niet hebben. En dan kom ik bij het mooiste stuk. Iedereen die hiervoor duikt, het geld daarvan gaat gedeeltelijk naar Stichting Present. Wij zijn een lokale stichting uit Hardenberg en wij verbinden groepen vrijwilligers aan mensen die hulp hard kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld groepen zetten zich in bij mensen waarvan de tuin verwaarloosd is, maar die mensen kunnen zelf hun tuin niet meer opknappen omdat ze zelf lichamelijk of geestelijk ziek zijn. En dat ze geen netwerk hebben die het voor hun kunnen opknappen en geen geld ervoor hebben. Dan matchen wij de groep vrijwilligers aan de mensen die hulp hard kunnen gebruiken. En daarnaast doen we ook nog een heleboel andere dingen. We knappen huizen op. We hebben ook sociale projecten. Dus groepen vrijwilligers die met mensen gaan wandelen, gaan knutselen, bloemschikken. Dus eigenlijk een heel breed aanbod wat zij doen.